Let's give them everything. Let's give them everything. Let's make a baby king. Let's make a baby king. Now we could use a revolution. The world is turned upside down. We need a new direction. We've got to turn this whole thing around. Een optreden van de bekende zangeres Cheryl Reger in de studio van ATV tijdens 10 Jolly Days afgelopen december. Cheryl, die ook een miss, model en healthcoach was, heeft woensdagavond het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Hoewel haar gezondheid de afgelopen weken steeds verder achteruit ging, hoopten velen op een wonder. Op sociale media is dan ook het ongeloof en verdriet van velen te merken. De bekende Surinaamse artiest en boezemvriend Brian Munslag zegt dat Cheryl een echte diva was, vooral tijdens haar optredens. Ze was daarnaast een vriendin met een luisterend oor en ook een lieve moeder en echtgenote. Onze families waren heel erg goed bevriend met elkaar. En ik was met Cheryl tot het laatste moment, tot de laatste minuten. Was ik samen met haar. En het was iemand dus die zowel op het podium als in haar gezin als tot voor haar dood een strijder was. Ze was iemand dus die, ze was een perfectionist in hart en nieren. Echt een perfectionist. Als er haar niet goed stond, als haar, zeg maar, haar kleding niet goed stond, als haar stem niet goed was op dat moment, en het niet goed klonk, ging ze niet op het podium. En dan ging ze niet op de bühne. Ze was een voorbeeldfiguur voor velen. En het maakte haar niet uit hoe ze eruit zag op dat moment. Ze vond dus dat ze zeg maar een voorbeeldfiguur was voor anderen. En dat deed ze dus op een zeer sublieme manier. Munslag zegt verder dat Cheryl ook heeft meegedaan aan misverkiezingen en daarmee heeft getoond dat je durf moet hebben in het leven en trots moet zijn op wie je bent. Hij ziet graag dat wij als Surinamers daar kracht uit putten. Ik denk dat als we dus naar Cheryl kijken, dan zien we iemand die trots is. Die trots is van met wat ze heeft, wat ze is en dat ze altijd streeft naar het beste. En dat is zoals ik echt Cheryl ken. Streven naar het beste. Tevreden zijn met wat je hebt, maar streven naar het beste. En dat is echt wat Cheryl was. Cheryl heeft gisteren de strijd opgegeven tegen kanker. Deze bekende Surinaamse zangeres, die ook Suripop en diverse internationale optredens op haar naam schreef, werd 37 jaar en laat 3 kinderen achter. ATV condoleert de familie en vrienden van Cheryl Welles-Reger met dit verlies.